Hallo kijkers van Hiep Day, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Kingdom 2 Crowns. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we zijn dus in het vierde eiland. Aan de rechterkant wil ik dus een bakkerijtje gaan maken, omdat we natuurlijk niet heel dichtbij van die kampjes hebben. Dus ja, daar moet ik dus nog even mee bezig. Het wordt nu nacht, dus het is ook wel even verstandig om wel eventjes hier binnen te blijven. En ja, we gaan natuurlijk ook wel coins nodig hebben, omdat het nu ook winter is. Oké, af naar links. We hebben nog echt behoorlijk wat mensen hier staan, dat is wel heel fijn. Dan moeten we eigenlijk, zodra ik aan de linkerkant moet, even nog wat bomen haken, want dan krijg je meestal toch nog wel een beetje geld binnen. Zo. Oké, ja, hier hebben we natuurlijk ook nog. Ja, ik weet wat deze doet. Deze die geeft je dan een. Hoe heet het van iets? Als je dan zo'n huisje hebt met. Of zo'n toren met zo'n bakkerij. Dan als hij dat. Die derde keer. Hoe heet dat? Ja, daar moet ik even goed over nadenken. Dan maakt hij daar een soort toren van, waar je dan ook nog een knight op kan recruiten. Dus dat is niet van de heel handigste, vind ik zelf. Ik vind het wel grappig dat deze mount, die blijft ook gewoon een beetje eten eigenlijk. Maar ik vraag me eigenlijk af hoe lang deze winter duurt. Zo. Ik ga eens even kijken aan de linkerkant. Waar zit ongeveer de eerste portal? Oh. Okay, daar heb je die beer. Oké. Okay. Maar ja, zoals in de vorige aflevering kwamen we nog zo'n nieuw dier tegen. Zo'n agressief beest. Waar ook nog behoorlijk wat coins uitkomen. Maar volgens mij spant hij ook al in de herfst, winter, een beetje in die tijd. Valt in principe wel te begrijpen. Het is wel jammer dat, dat er nu eigenlijk niks spant. Want ja, we hebben ook niet echt van die speermannen. Misschien moeten we eigenlijk wel eens mee gaan beginnen. Gewoon alvast een beetje gaan uitbreiden, want goed gebruiken, denk ik. Maar ja, daar heb ik vaker last van. Want als ik dan bij een nieuw eiland begin, dan heb ik altijd heel wat coins. En dan meestal duurt het weer even voordat ik weer een beetje te veel inkomen heb. Misschien geef ik gewoon te veel uit. Daar kan het ook wel aan liggen. Thank you.
Of de winter zal zo voorbij moeten zijn. Dat is niet een farm. Of dat is wel een farm, maar dat is niet hetgene wat ik juist nodig zocht. Nodig had. Oh, wacht, hier is een kamp. Oh, dat valt nog best wel mee hoe ver dat is. Zo, die gaan dus even mooi boompjes zakken. Jongens, geef me die coins. Waarom geeft ze mij die coins niet? Oké. Geen coins voor mij dus. Nou, leuk. Ga eens even opzoeken hoe lang duurt de winter. Even zien. Zestien dagen, oké. Als ik nou even naga, dat het nu 53 dagen zijn. Ik pak gewoon even mijn rekenmachine als ik die kan vinden, hier. Deel door 16. Zo zitten we op 3.3125. Moet nog even. Oh god, dat moeten we nog even. Voordat het pas weer lente wordt. Nou, fijn. Waarom hebben die builders niks van mij? Ze hebben toch coins? Zo, hoppakee. Die zijn dood.
Maar in ieder geval, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Dus iets kortere aflevering dan normaal. Maar ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like en dan hoop ik wel. En dan zie ik jullie weer. Later.